Bij dus veel speelplaatsen wordt veel gevoetbald door de jongeren uit de straat. En het gebeurt regelmatig dat een bal zeg maar, doorrolt de straat op. En dat de automobilisten schrikken, zeg maar. En vandaar dat we gevraagd hebben of er een heg geplant kan worden, zodat die ballen tegengehouden worden. En een heg is geen overbodige luxe. Ouders zien het vaak bijna misgaan en willen meer veiligheid voor hun kinderen. Want die hummels zijn wel erg onvoorspelbaar, hè? Allemaal van die kleine hummels. Ja, die vliegen dan het fietspad op. Dus vandaar dat we dit haagje hebben geplant. Het is nu nog een beetje kaal, maar het schijnt in de lente is het een hele goede heg. Wat we wel zagen van die bijna ongelukken, en mensen fietsen hier voorbij, komen met een scooter voorbij. En je wilt natuurlijk niet wachten tot het misgaat en dat iedereen zegt van nou had je dat nu wat eerder kunnen doen. Dus nu proberen we dat nu zo op te lossen. Past ook mooi bij het stukje groen. Ja, en we hopen dat die bal een beetje binnenboord blijft in plaats van de stoep oprent. En waarom is er voor een hek gekozen? Was een hek niet veel effectiever? Nou, ik vind het veel leuker. En zo'n hek, dat is allemaal, dat past ook helemaal niet bij deze buurt. Dit past een beetje bij het groen. Dit past ook een beetje bij het grasveldje. Ja, en het is net zo effectief. En gaan jullie deze heggen ook plaatsen op vergelijkbare plekken in Amstelveen? Nou, dat is de oproep aan Amstelveeners. Als je nou zoiets hebt en je denkt van nou, dat kan een beetje beter hier bij ons in de buurt, bel ons dan eventjes. Dan kijken onze mensen wat ze kunnen doen. Want wij als vanuit de gemeente werken we graag mee om de zaak een beetje veiliger te krijgen.